Sorry? Ja, hier is een Engels. Wat veel mensen niet weten is dat Kees Fens, onze grootste lezer, heeft leren lezen en schrijven van de Broeders van Maastricht in Amsterdam. Zijn lagere school werd niet de parochieschool, maar de Sint-Tarsisius-school van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, kortweg de Broeders van Maastricht. De keuze van die school, in een ander deel van Amsterdam-West, was een idee geweest van vader Fens, die van de broeders grotere toewijding aan het onderwijs verwachtte, omdat ze anders dan de lekenonderwijzers geen echtelijke bezonjes kenden. Ook waren ze in de beleving van de kleine Kees van ver gekomen om onderwijs te geven aan wat hij later een typische arbeidersschool noemde. De onderwijzers waren jonge mannen tussen de 20 en 30 jaar in lange togen, met een zeer lange rozenkrans aan een band. En over die toog droegen de jongens buiten een lange, zwarte jas. Ze hadden een hoed op en arriveerden 's morgens op damesfietsen, want hun klooster lag elders in de stad. Het waren stuk voor stuk aardige kerels en hun onderwijs was, naar mij later is verteld, zegt Fens, zeer progressief. Kees Fens volgde de eerste 3 klassen in het inmiddels verdwenen schoolgebouw aan de Balboa-straat. 10 minuten lopen vanuit de Chassé-straat waar hij woonde. Een zeer grauwe buurt waar de crisis veel kinderen gestoken had in gemeentekousen en blanke klompen en de vaders 2 maal daags een martelgang naar het stempellokaal moesten maken. Dat stempellokaal lag in de Van Kinsbergenstraat. Gedurende vele uren per dag een rij mannen te wachten tot ze hun stempel hadden. Werkloze steuntrekkers aan wie op deze manier het stiekem erbij nemen van een baantje onmogelijk moest worden gemaakt. Geregeld posteerden zich 2 agenten bij het lokaal, want onrust onder de tot stempelen gedwongen mannen bleef soms niet uit. En Kees Fens rekende dat dagelijks passeren van dat stempellokaal tot de verschrikkelijkste ervaringen van haar jeugd.